Yves Berendsen, 30, beleeft het grootste solo-optreden van zijn carrière in AFAS Live en hoopt dat dit slechts het begin is, niet zijn finale. In een interview met het ANP belooft de zangers en fans een herkenbare show met 75% van zijn eigen nummers. Daarnaast brengt hij ook een mix van Coldplay en een Elton John medley. De show wordt een echt feest, inclusief vuurwerk en gastoptredens. Voor Yves was het behouden van fitheid een essentieel onderdeel van de voorbereiding op zijn ruim twee uur durende show. Hij benadrukt dat zo'n lang optreden een grote impact heeft en dat hij het zich niet kan veroorloven halverwege uitgeput te raken. Desondanks ziet hij de uitdaging als iets speciaals en kijkt er naar uit om te genieten, mits goed voorbereid. Yves, wiens carrière in de afgelopen drie à vier jaar in een stroomversnelling is gekomen, heeft al opgetreden in gerenommeerde locaties zoals Theater Tuschinski, Openluchttheater Caprera en het Concertgebouw. Ondanks het grote succes voelt de show in AFAS Live voor hem niet als een finale. Hij plant volgend jaar zelfs nog een theatertour. Yves hoopt op een grotere stap, misschien zelfs naar een venue met 10.000 mensen. Zijn ultieme droom? Ooit de Ziggo Dome vullen. Dit openhartige gesprek onthult niet alleen de voorbereiding en ambities van Yves Berendsen, maar ook zijn liefde voor het podium en zijn hoop op toekomstige mijlpalen in de muziekindustrie. Mis het niet en volg zijn opwindende reis.